Goed nieuws. De nieuwe brug bij Ouderkerk gaat gefaseerd worden gebouwd. Dit betekent dat er tijdens de bouw altijd autoverkeer mogelijk is. Een opluchting voor de bewoners van Ouderkerk. Maar zijn de ondernemers ook zo blij? Het plan is wel goed, er is ook wel naar ons geluisterd. Maar nu lezen we dat ze dit jaar nog, in november, oktober, november, 4 weken de brug volledig willen afsluiten. Nou, dat is dus direct de ondergang van de winkeliers hier in Ouderkerk. Dat kan echt niet. Maar een maand dicht, is dat al de doodsteek? Nou, als je een jaar heeft 12 maanden, als je een flink deel van je omzet moet maken in november, december. En ze gaan dan plannen om het te doen in oktober, november. Ja, die maanden heb je nodig om de stille maanden, januari, februari, maart, om die op te vangen. Gaan jullie nou nog stappen ondernemen om dat tegen te houden, die maandsluiting? Ja, wij hebben al gereageerd naar de provincie. Met dank voor de medewerking, maar ook met onze ongerustheid over het afsluiten. En daarbij hebben we meteen het verzoek ingediend om het over de jaarwisseling heen te tillen. De provincie laat RTVA weten dat het onmogelijk is om de sluiting van de brug over de jaarwisseling heen te tillen. Uit een recente inspectie van de huidige brug is de staat van de brug dermate slecht gebleken dat het uitstellen van onderhoud niet verantwoord is.